Ik kan heel weinig zeggen. Omdat ik pas vrijdag jongsleden het schrijven van de president heb gehad. Dus conform de wet moet ik het parlement in onze eerstvolgende huishoudelijke vergadering daarover informeren. En dat gaan we doen als we dinsdag aanstaande gaan vergaderen. We gaan die één, belangrijk, dat schrijven van Akim, de heer Akim Boto. En natuurlijk, er is een extra dimensie aan, een begeleidend schrijven van de president. Dus die twee zaken. Maar u had zijn opvolging nog niet in gang gezet? Niet formeel. Een informeel gesprek was wel met die mevrouw. Ja, want het is gebruik dat je dan zit met die persoon, alvast een aantal afspraken maakt en zo, erin leiden in de mogelijke nieuwe functie. Ja, maar je kan formeel de zaak niet inzetten als je dat schrijven van de president niet hebt gehad. Maar wat gaat het uiteindelijk het besluit worden, meneer Beet, ten aanzien van meneer Akim Boto? Inhoudelijk kan ik voorlopig daarop niet ingaan. We gaan de wet opvolgen. Wat de wet zegt, gaan we moeten doen. Of belandt deze zaak ook bij de rechter? In ieder geval niet vanuit mijn kant. Voor u is het duidelijk wat er moet gebeuren? Heel duidelijk, de wet. De wet is heel duidelijk wat dat betreft. En wanneer horen we wat het parlement gaat doen? Ik denk na die huishoudelijke vergadering van dinsdag.